Swinging your waist like, oh no, no, no. You're looking like magic, oh no, no, no. Your hair looking nice like, oh no, no, no. Got you causing traffic, oh no, no, no. Swinging your waist like, oh no, no, no. You're looking like magic. Baby, baby. Ik ben Winston Adaba, 24 jaartjes jong. Ik ben student op het PTC en ik studeer procestechniek. Ik ben daarnaast jeugdparlementariër van Paramaribo. Ik ben onlangs afgevaardigd geworden vanuit Sport en Jeugdzaak om de jongeren van Suriname te vertegenwoordigen tijdens de 74ste editie van de United Nations. Het is een mijlpaal geweest om zoiets te kunnen realiseren natuurlijk. Ik wil natuurlijk de hele gemeenschap Suriname feliciteren. Want het is niet alleen voor mij, het is voor jullie allemaal, want het is natuurlijk Suriname representeren op internationaal niveau. En ik ben blij. Ik ga blijven pushen, ik ga video's blijven maken zodat jullie kunnen genieten ervan en blijven jullie net sharen. Want dansen in Suriname wordt niet zo gewaardeerd als hoe het moet. Dus alsjeblieft, ik vraag iedereen om dat te doen. Stimuleer de dansers. Het is een kleine groep, maar we doen onze best. Natuurlijk met een positieve doel, hè. Baby, yo, baby, yo. I wanna put you in my video. Say your name on the radio. And I seen you around here before. Really wanna know now. Where you coming from, where you going now? Ik ben daarnaast ook weer parlementariër van Paramaribo. En ik heb mij in het jaar 2016-17 kandidaat gesteld en het is mij aardig gelukt. Ik ben gekozen geworden met de meeste stemmen. Dat motiveert mij ook om te zien dat zoveel jongeren naar mij opkijken en hun geloof in mij opzetten. Vandaar dat ik mijn uiterste best doe om mij zodanig in te zetten op het gebied waar ik gespecialiseerd ben natuurlijk. Dans, acteren. Een beetje zang, ja, ik heb een beetje zang, maar oké. Okay. En natuurlijk, allemaal, ze vallen allemaal onder art. En daarin zet ik mijn beste beentje voor natuurlijk. Ik ben ook onlangs afgevaardigd naar New York. Ik moest de 74ste editie van de General Assembly bijwonen, waar ik een statement moest maken, regarderend multilaterale inspanningen voor armoedebestrijding, klimaatverandering en kwaliteit onderwijs. Het is aardig geluk natuurlijk. Ik ben afgevaardigd vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaak. Het was mij een enorme, fantastische ervaring. Ik heb kunnen netwerken met de andere youth delegates van de verschillende landen. En ja, ik ben hier om te helpen, om natuurlijk Suriname op de wereldkaart te plaatsen en te helpen om ons land daar te krijgen waar we het willen. Als artiest van Suriname, want ja, ik ben ook artiest, dansers zijn ook artiesten, vaak krijgen we de waardering niet, maar we zijn ook artiesten en daarvoor moeten we ook pleiten. En als artiest van Suriname wil ik wel meegeven dat wij ook een grote impact hebben en een belangrijke job leveren natuurlijk samen om Suriname op de wereldkaart te plaatsen. Dus vanuit mijn positie wil ik aan alle artiesten, Surinaamse artiesten vragen, belief vragen om alle haat achterwege te laten. Het is geen strijd. Niemand kan een ander zijn geluk nemen. Wat van jou is, is van jou. Wat niet van jou is, is niet van jou. Dus focus op je ding en help. Help ons land daar te krijgen waar we het willen of waar we niet zijn. En vanuit mijn positie wens ik alle dansers succes. En laten ze ook posten, laten we zien. En laten we gaan voor de milli views.